Iedere week ziet boswachter Rob Koetsier de schade aan het kampeerterrein toenemen. Volgens hem aangericht door een groepje hangjongeren dat hier ieder weekend langskomt. Met als gevolg een schadepost van inmiddels enkele duizenden euro's. Er wordt bijvoorbeeld vuurtje gestookt in het toiletgebouw. Net zoals we hebben hier wat huisjes en gebouwtjes staan. Daar, daar zitten ruiten in, die worden ingeslagen. We hadden een mooie lichtkoepel bij ons toiletgebouw, die is eruit geslagen. Je ziet her en der dat er inderdaad ook op andere plekken vuurtjes gestookt worden. Vuurtjes gestookt worden in de wasbak. Heel veel rommel wat achtergelaten wordt. Ja, dat, dat soort dingen eigenlijk de laatste maanden. Afgelopen weekend was het voor het eerst ook raak bij een van de campingbezoekers. Een zijspiegel van een auto is kapot geslagen. Boswachter Koetsier baalt ervan, maar iets doen tegen de overlast is volgens hem erg lastig. Wij kunnen niet 24 uur per dag op dezelfde plek zijn. Wij rijden er geregeld langs. De politie die rijdt geregeld langs. En af en toe krijgen we natuurlijk ook best wel tips van bezoekers. Daar gaan we achteraan. Maar ja, 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 je zit hier natuurlijk in een groot uh, bosgebied uh, en uh, ja, 24 uur per dag uh, ja, daar hebben wij ons, uh, de manschappen niet voor om, uh, om dat uh, te kunnen bemannen. En hoe gaat het nu verder? Uh, ja, We wij, uh, wij gaan, uh, gaan proberen de boel weer te herstellen en, uh, ja, zodat onze kampeergasten hier straks weer, uh, gewoon weer terecht kunnen en dat de boel dan weer opgeruimd is. Soms zien de bezoekers iets en krijgt de boswachter tips. Helaas nog zonder succes. Er is nog niemand voor het vandalisme aangehouden. Het kost ons handenvol geld. En het gaat ook ten koste van andere voorzieningen. Die, uh, ja, alles wat, hier, wat wij moeten repareren. dat kunnen we niet ergens anders aan uh, uitgeven. En dat zie je dan ook terug in, in het terrein. Uh, ja, dat zullen uh, bijvoorbeeld bankjes of zo. Die, die dan niet terug kunnen komen en als die uh, kapot zijn. Uh, dat, dat soort dingen. Uh, ja, we geven het liever uit aan terreinvoorzieningen. dan, uh, dan dat we dat steeds uh, hetzelfde moeten gaan repareren.